Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Kerken en kapellen waren vroeger onze GPS. Daarom denken we vandaag na hoe we met deze markeringen in het landschap moeten omgaan. Carlos Koenen vertelt in deze uitzending over een leerproces dat in Beernem nog in volle gang is. Het is een zoektocht naar een hedendaagse betekenis en waarde manier van omgaan met klein landschappelijk erfgoed en alle daaraan verbonden tradities. Goedemiddag. Ik ben Carlos Koenen en we zitten hier in Beernem in een heerlijk mooie tuin in een doodlopende straat waar dat er geen kapellen zijn, maar ik wil toch wel iets vertellen over een van mijn hobby's, namelijk het bezoeken van kapellen. En we hebben onlangs met zo'n werkgroep in Beernem zo'n kapellentocht gedaan waarbij dat we kapellen evalueerden. En dat komt eigenlijk, hoe komen we daarbij? We komen daarbij omdat Beernem een jaar of vier geleden ondertussen, erkend is als onroerend erfgoedgemeente. En dat heeft voor gevolg gehad dat we binnen de cultuuradviesraad, dat we daar een erfgoedraad opgericht hebben. En die erfgoedraad, ja, dat zijn een stuk of 15, 20 mensen. En we hebben dat onmiddellijk onderverdeeld in een aantal werkgroepen. Een werkgroep onroerend erfgoed, een werkgroep beidentroppers, een werkgroep spraakmaker enzovoort, maar ook een werkgroep kapellen. En eigenlijk was dat de eerste werkgroep, omdat die ook zeer concreet was. Dat was een zeer concrete werkgroep, waarin je zegt, kijk, er was al vroeger een studie gegaan over alle kapellen en kapelletjes in Beernem. En op een bepaald moment, toen we echt aan het werk aan het verdelen waren in de erfgoedraad, was er een soort consensus onder een vijftal leden, wij willen dat wel eens doen. En in voorbereiding om een advies naar de gemeente toe, omwille van het behoud van die kapellen. Want op dat moment weten we dat er veel kapellen waren, dat kapellen misschien belangrijk waren, maar we wisten niet hoe goed dat die waren, als die onderhouden werden, als ze daar eigenaars waren, als die verspreid waren over de hele gemeente en zo. We wisten er eigenlijk zo goed als niks van. En zeker geen actuele gegevens. Dus wij komen samen met een vijftal mensen, Ruben van Parijs, Geert Gruijaert, Marino Dont, Emily van Vleteren en ikzelf dus. En we gaan beginnen, lukraak, we weten een aantal staan, we gaan kijken op de kaarten waar ze staan. En we, zonder veel voorkennis, maar wel met het gedacht, goh, dat is cultuurerfgoed voor Beernem, hoe zit het ermee? En misschien zouden we moeten een advies kunnen geven aan de gemeente om te zorgen dat die misschien wel niet verloren. En we starten eigenlijk met de gedachte, goh, we zijn met iets verouderd bezig, wel erfgoed, alleszins erfgoed, maar verleden tijd in een zekere zin. Kerken zijn tegenwoordig verleden tijd en worden afgeschaft en kapellen zijn eigenlijk al een generatie geleden min of meer erfgoed geworden. En we dachten, ja, vanuit een beetje ja, negatieve kijk, maar toch een zekere heimwee naar vroeger. We hebben allemaal die mensen die mee zijn in die werkgroep, paar mensen die jonger zijn, hadden nog gelezen aan een kapelletje. En hadden daar een aantal gevoelens mee. En iedere keer dat we aan een kapelletje kwamen, zeggen we, oei, tja, hier nog een kapelletje, ah, dat staat er nog, ah, het is al of niet goed onderhouden. Dus wij zetten aan en we hadden al natuurlijk een beetje een lijstje gemaakt van wat er, en we zagen, oei, er zijn redelijk veel kapellen, want we wilden ook eerst het verschil maken tussen kleine kapelletjes die aan de muur hangen, bij boerderijen en zo. Dat zijn er oneindig veel. Er zijn er misschien wel 200 in Beernem. En dat is daarom, dat zou een te groot werk geweest zijn. We hielden ons bezig met de toegankelijke kapellen. Toegankelijk wil zeggen dat er een deur aan is, die ook naartoe kan, die gesloten kan worden, waar dat er één of meerdere stoelen binnen kunnen. Dat zijn toegankelijke kapellen. Echte bouwwerkjes, niet in hout, maar in steen, gemetst. Ze moesten echt toegankelijk zijn. En daar
hadden we een idee, er zijn er misschien wel meer of 10 in Groot-Beernem. De 4 deelgemeenten, Oostveld, Oedelhem, Sint-Joris en Beernem. Dat moeten ze overal te vinden zijn. En we gaan op ontdekking en we ontdekken eigenlijk 18 toegankelijke kapellen. 18, als we dat zeggen, maar zoveel, dus dat is echt grote toegang, bouwwerkjes. Hè. En terwijl we die ronde bezig zijn, rijden we die af en we zien, we weten dat er daar in die straat een kapel staat, en je ziet die van ver komen met die kapelletjes, en je zegt, maas, dat is nu een keer een klein of groot, met een meer klein landschappelijk erfgoed. We zijn er een beetje in geïnteresseerd. En die kapellen duiken ineens op, niet als een plaats van devotie, maar als een plaats van onroerend erfgoed dat opduikt in een landschap. Ja, amai, dat staat hier schoon. We rijden daar al 10 jaar of 20 jaar voorbij en er nog nooit eigenlijk veel op gelet. Want ons kapelletje, mijn kapelletje, bestaat hier van vroeger hier op 100 meter. Maar al die kapellen, al 1000 keer voorbij gereden en gezien. En moesten ze er niet meer staan, zouden ze zeggen, oeh, hier stond toch vroeger een kapelletje. En nu, zagen bij en we gaan die bestappen af met onze werkgroep. En zeggen, oei, dat ziet er hier redelijk goed onderhouden uit. Het eerste kapelletje dat we heden was in de Barzelaan. Dat is niet op mijn kapelletje, maar een juweeltje van een kapelletje. Hè. Dus dat is een deur en kan er 1 of 2 stoelen in. Zo klein is dat. Maar het staat van ver te kijken. Je kunt van 200-300 meters ver zien. Omdat het perfect in het wit geschilderd is. Met schone dakpannetjes. En de buurt daar, die zijn daar geen eigenaar van. Want de eigenaar woont 500 meter verder. En trekt zich daar eigenlijk niet veel van aan. Voor het moment. Dat was in 2018. Maar de buurt, die man komt naar buiten en zegt, wat doen jullie hier? Ah, we komen een keer kijken. Maar die man was ineens in de hemel. Die man en die vrouw, Elvire en Gilbert, in het kapelletje in de Barzelaan. En onderhoudt er dat iemand? Want wij weten dat niet. Hè? Ah ja, ik kijk, zegt die man. En die had die deur open en alle mooie postuurken staan daar binnen. Alles. We zijn daar compleet onverwacht naartoe. En dat staat er allemaal schoon geordend, afgekuist, afgewassen, de deur open om ons onthaal, zonder dat die man weet dat we kwamen. Alleen, we waren verrast wanneer dat we begonnen zijn. En we zien dat goed komt, dus we maken daar een beschrijving van. En alles in dat kapelletje is positief, maar het is een zeer klein kapelletje, dus het is echt maar... ik weet niet, als 2 meter diep is, aan de buitenkant. Goed, dat viel bijzonder goed mee. Hè? Dus we rijden voor nog een aantal andere kapellen. En wat was dat dan? Dan rijden we naar Sint-Joris. En dat was een beetje tegenover. Er is maar 1 kapel. In Beernem zijn er 6 kapellen. Ik kom daar nog op terug. In Oedelhem zijn er 9. En in Sint-Joris zijn er 3. Sint-Joris is heel speciaal, omdat er eigenlijk 3 speciale kapellen zijn. Beernem is ook speciaal en Oedelhem is ook speciaal, maar Sint-Joris heeft een kapel dat in 1980, geloof ik, op het eiland, dat is een wijk, dat is een straat in Sint-Joris, een kapel heeft, het is heropgebouwd rond 1980, via crowdfunding. Dat woord was toen nog niet uitgevonden. Maar heel de gemeenschap van Sint-Joris, die al niet zo groot is, heeft daar eigenlijk aan meegedragen om metsenaars te vinden, om een timmerman te vinden, om dat uit te voeren, om daar een plannetje van te maken, om dat tot een goed einde te brengen. En dat kapelletje staat daar in de staat van dat 40 jaar geleden opgeknapt werd. Prachtig. Met 2 magnifieke bomen daar rond. Echt, het was toen al een kapel die een vorige kapel van 100 jaar geleden verving. Dus nu staat het daar nog. Maar er was daar 1 ontzettend negatief iets rond. Namelijk, hij kon er niet bij. De boer, dat kapelletje staat op het eind van een straatje. Want een officiële straat, want Google Maps passeerde daar. Dus we kunnen dat nog zien op Google Maps. Dat straatje staat er als een straat aangegeven. Maar die boer heeft niet beter gevonden dan dat straatje af te sluiten. Want, zegt hij, al dat verkeer hier, al die fietsers, ik moet dat niet voor mijn deuren.
Injas is die man. En hij weet, we spreken elkaar en hij is een sympathieke gast. Er is een boer, hij zegt, moet hier niemand zijn. Want er is nog een andere weg naartoe, maar niet de officiële weg. Goed, ja, dat is dan het negatieve natuurlijk. Hè. We zagen dus, er was een lintje door hem gesponnen rond het kapelletje. Magnifiek. En in het begin van de coronacrisis ga ik daar naartoe, omdat ook ja, in het vervolg van onze actie rond die kapellen, ga ik naar hem naartoe. En ik kende mijn vader, hè. Hij is al een beetje ouder dan ik. Ik ken mijn vader en ik doe alsof dat we elkaar een beetje kennen. Want we zetten ons, begin van de coronacrisis, hè. Ik zet mij hier en hij zet hem daar. En we kijken altijd naar zijn boerderij. Ik zeg, allee, we hadden al nog hinder gelopen. Ik heb, nee, dat komt niet. Ik wil dat niet. Hij heeft geen argumenten, alleen wil hij dat niet. Ik zeg, maar mijn man zo kennis en babbelen over niets en nooit iets. En ik zeg, allee, zeg, Injas, moest je dat nu een keer openstellen? Hey, we gaan dan een keer een fietstocht geven en we gaan zorgen dat de mensen niet bij u inkijken en voorbij rijden. Maar het is een officiële weg. Doe ons een keer dat plezier. En zijn vrouw zag hinder, maar die zegt eigenlijk ook niet. Die is niet met mij akkoord, maar misschien ook niet helemaal met hem. En ik ga een keer opeens. Begin van de coronacrisis. Het was 1 maart, begin april. Goed, ja, maar dan de volgende maanden kunnen we elkaar niet zien. En ondertussen zijn we een jaar verder, dus ik ben ondertussen een keer gaan kijken. Dat is nog altijd toe natuurlijk. Hè. Maar kom, de optie is dat hij dat een keer open doet op het moment dat we nog een keer kunnen babbelen. En vanaf nu, hè, vanaf 9 juni, vandaag gaat dat eigenlijk wel mogen dat we elkaar bezoeken en dat we weer kunnen pratend met elkaar bezig zijn. Mooi, hè. Een andere kapel op Sint Joris is het Knesselaarskapelletje. Dus dat is een kapelletje dat grenst aan 3 gemeenten en aan 2 provincies. Ah, een fantastisch kapelletje. Dat eigenlijk een soort GPS is van vroeger. Hè? De kapelletjes zijn. Alle kapelletjes zijn trouwens GPS'en. Like de kerken ook. Dat zijn echt de eerste GPS'en in de wereld natuurlijk. Dus dat is een belangrijke kapel, omdat die een referentiepunt is voor zowel Knesselaars en Sint-Jorenaars. Je weet, Sint-Joris ligt op de grens met Oost-Vlaanderen en Knesselaren ligt op de grens, dat is nu Alter, met West-Vlaanderen. En dat is echt het middelpunt van die afstand. Zo. En dat is zo een prachtig gelegen en een schoon kapelletje. Met glasraam die nog gemaakt zijn door Jean-Claude Van Aken, een kunstenaar in Sint-Joris. Dus dat is een beetje eigen. Maar de eigenaars daarvan wonen in Ruislieden. En dat is moeilijk. Er is daar een fiets wat rondgelegd. Echt respect voor het kapelletje. Niet afgebroken omwille van de verbreding van de weghinder. Het ligt bijzonder goed. En de eigenaars willen dat van de hand doen. Maar willen dat niet voor niks van de hand doen. En dan zit men een beetje in de politiek. Dan zegt Beernem, ook voor andere dingen niet. Als onze eigendom niet is, dan gaan wij dat ook niet herstellen. En dat is zo'n kapel daar, dat die moet hersteld worden, grondig hersteld worden. Als het eerste zegt, is er aan die kapel niks, maar die is een beetje opengescheurd, ja, door verzakking, misschien wel door de baan aan te leggen, langs alle kanten zo, en het fietspad aan te leggen, een beetje verzakt. Er moet er eigenlijk grote kosten aan gebeuren. En dat is jammer, de kapel is altijd toegankelijk. Iedereen die passeert, en er passeren door massa's fietsers, want het ligt op een fietsroute. Iedereen stopt daar een keer, kan binnen, kan kijken. Het is heel mooi, het zijn glasramen van Jean-Claude Van Aken. Dus dat is de moeite. En alle Sint-Jorisaars zijn daar aan gehecht. Ze gaan nooit zeggen, die kapel moet weg, die kapel mag niet weg. En het wordt onderhouden door iemand uit de buurt, die dus eigenlijk een opdracht krijgt van de eigenaars, maar de eigenaars zelf trekken zij daar niet aan. En waarom doen die mensen dat? Uit gewoonte, misschien al 1 of 2 generaties lang, die dat doen. En dat is een positief verhaal, ondanks het feit dat er daar grote problemen zijn rond die kapel. Een ander kapel, keren van een andere. We hebben natuurlijk ook een paar zeer grote kapellen in Beren. Kapellen waar je dus met, zou ik zeggen, een tiental stoelen in kunt terugvinden. En die dus eigenlijk naast kapel
De devotionele kant, die min of meer bewaard is bij die grote kapellen, maar die vooral nu een toeristische trekpleister zijn. Dat is de Beverhouskapel, die op de grens staat, ook op de grens van Beernem en Oostkamp. Het staat op Beernems grondgebied, maar de verzorging van de kapel en de omgeving er rond wordt door de gemeente van Oostkamp gedaan. Een fantastische samenwerking. De kapel ziet er ongelooflijk mooi uit. En er is daar een picknickplaats, er is daar een wandelcircuitje aan verbonden. Dus Oostkamp werkt dus samen met Beernem heel die site mooi uit, met als attractiepunt dat kapelletje, die vrij groot is en die ook in principe altijd open is. Dus goed voor de fietsers, goed voor de wandelaars en goed voor de mensen die er rond wonen. En het wordt hier officieel door de gemeente onderhouden. Nog zo'n grote kapel in Oedelhem is de Hovaardskapel. Hovaardskapel is een kapel die eigenlijk in een bos ligt. Met een toegang langs een bosdreef zo, en eigenlijk een rondboog langs de Beekstraat. Fantastisch mooie kapel met een kruisweg er rond. Maar die ook, en dat hebben wij vastgesteld toen, dringend moet hersteld worden, gerestaureerd worden. Dus ze gaat open, ze is mooi gedaan. Heel de site is bijzonder mooi, met bankjes. Was ook een bedevaartskapel. Is ook een bedevaartskapel. Met dus zo'n omgang van zeven plaatsen. Een kruisweg, een omgang, die ook gerestaureerd moet worden. En ook net voor de coronacrisis, toen wij onze rondgang gedaan hebben, werd er beslist om via Vives, scholen Vives, dit te laten evalueren, die restauratie te laten bekijken. En er komt een restauratieplan uit. En er is onmiddellijk een vergadering geweest met de buurt, in het vroeger gemeentehuis en schepenhuis van Oedelhem. Met enorm succes, want de hele buurt was daar. En is dat besproken wat de problemen zijn met een diamontage en zo. En echt op professioneel niveau, bij manier van spreken. En daar is uitgekomen dat men nog een keer tot heel precies ging bekijken wat er met die kapel moest gebeuren. En er wordt een plan opgemaakt om dat te doen. Alleen, corona zegt hier weer, we zijn er weer, dat gaat niet. Maar dit plan, die site wordt met de zekerheid hersteld. En te meer ook dat er ondertussen, in dat jaar dat stilgelegen heeft, dat er van verschillende kanten mails gekomen zijn naar de gemeente, naar mij, naar anderen, van mensen die zeggen, oei, weer van de wind, een pan afgevallen, weer van een of andere omstandigheid, van regen of ik weet niet wat, weer wat gebeurt. Wie gaat er dan naartoe kijken? Dus dat wil zeggen dat ook daar de mensen absoluut voorstander zijn om die kapel te behouden in de staat en de plaats waarin dat is. En die devotieopdracht van een kapel, die bestaat eigenlijk nog, maar die slaapt wat. Die is op de achtergrond verdrongen en wordt eigenlijk meegenomen door elk van de buurt. Dat mag niet verdwijnen, want dat is mooi. Dat is een plaats waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat is een plaats waar er ook nog gebeden wordt, waar er een gebedenvaart te komen wordt, maar niet echt om iets te bekomen, maar meer als een soort gezelschapsspel dat we daar naartoe gaan. En de buurt is ongelooflijk alarmerend om te zeggen, of alert, van, goh, die mensen bekijken dat, kuisen dat, wassen de ramen en zien de kleinste kleinigheden die een beetje aftakelen en daardoor wordt dat ontzettend alert opgevolgd en moet de gemeente volgen, maar ik moet eerlijk zeggen, de gemeente wil ook volgen, maar de omstandigheden moeten juist zijn. Er zijn al een aantal kapellen die zeker niet verdwijnen en eigenlijk gerehabiliteerd worden en een plaats krijgen in onze samenleving. Want daar gaat het hem over. De kapellen hebben een eigenaar. Het is blijkbaar niet nodig dat een eigenaar zich veel aantrekt van kapellen. De buurt doet het toch. En er zijn een aantal eigenaars die op het einde van het jaar of elk jaar een fles wijn geven aan die onderhouders. Eén fles wijn, misschien twee, dat is niet veel. Maar dat is een geste die zorgt dat dat onderhoud in stand gehouden wordt. En dat is bijzonder belangrijk. Dus de factor eigenaars
is een beetje op de achtergrond en dat is geen acuut probleem. Onderhoud hebben we ondervonden bij 18 kapellen, maar ik ga er straks maar 16 of 17 mee noemen. Het onderhoud blijkt op vandaag eigenlijk ook geen groot probleem te zijn bij de meesten. De buurt doet dat omdat er daar altijd wel iemand is die wil doen. Altijd wel een buurt is die belangrijk vindt dat die kapellen eigenlijk goed onderhouden worden en dat ze mogen gezien zijn. En waarom is dat? Waarom doen die mensen dat nu? We hebben ons dat afgevraagd als we met onze groep rondgingen. Waarom doen die mensen dat? Dus ze krijgen, enkel krijgen een flesje wijn, maar dat is niets. Hè. Je kunt dat niet zeggen dat dat iets is. Hè. Dat is niets. Hè. Ze doen dat omdat ze dat graag doen. Misschien omdat ze dat verplicht voelen van te doen. Ook niet. Maar gewoon, dat is immaterieel cultureel erfgoed, noemen we dat niet. De manier van doen, het hoort bij de gebruiken van mensen die in de omgeving wonen. Dat immaterieel cultureel erfgoed is iets dat begint van een levend iets, namelijk, of een bestaand iets, namelijk een heel kleine kerk, namelijk een kapelletje dat daar staat. En dat mensen graag in een plaatselijk wereldbeeld zien. En als dat daar niet zou zijn, dan is dat een mankement. En een mankement moet verholpen worden. Dat is zo bij ons lichaam, dat is zo bij onze tuin, dat is zo bij ons gebouw. Als dat hoort daarin, hoort in dat landschap, is een klein of een middelgroot landschapelement. En dat is zo belangrijk dat de mensen, de kracht die vanuit die kapellen uitgaat, is zo vanzelfsprekend dat de mensen daarin meegaan, zonder dat ze daar zelf belang in hechten. We hebben dus eigenlijk geen mensen tegengekomen die onderhoud doen en die dat onderhoud belangrijk vinden. Zij vinden dat normaal. Zij vinden dat goed. Zij hebben daar tijd voor. Zij doen dat graag. Het is iets dat binnen hun dagelijks leven past. En natuurlijk is er een antwoord van de gemeente nodig, of van instanties, onze toeristische dienst of zo, om ook te zien dat dat nog de volgende generatie meegaat. Hè? De generatie van onze ouders, die gingen in mei altijd gaan lezen. Onze generatie, we zijn nu ook al in de 70, gingen vroeger nog mee gaan lezen. Nu, de volgende generatie gaat dat nooit meer gedaan hebben. Hè. Gaat dat nooit meer zien doen. Er zijn nog kapelletjes, één of twee, waar dat er in de mei of in augustus één keer samengekomen wordt. En dan is de kapel de aanleiding tot samenkomst. Het is zeer belangrijk om dat te bieden. Maar ik wil toch in elk geval het huidige belang. Want er was een stroming op het moment dat we rondhingen met onze kapel in 2018. Van te zeggen, we moeten er dringend een andere bestemming voor vinden. Gelijk voor de kerken nu. Er moet dringend een andere bestemming voor, of anders gaan die kerken vervallen, dan had er dan niemand meer naartoe gaan. Dat is waarschijnlijk niet waar. Maar voor kapellen hadden wij gedacht, we moeten het doen. En we hadden nog gedacht, we gaan daar van die grootste kapellen bijvoorbeeld een magazijntje maken. Stel, verenigingen hebben, vaak hebben verenigingen grote archieven. Verenigingen die 100 jaar oud zijn, 50 jaar oud zijn, 40 jaar oud zijn. Het zijn er zeer veel in Beerne. Die mensen, het archief is er al of niet. Als het er is, zit dat bij iemand. Dat zit in de weg. En waar moet je ermee naartoe? Er zijn nog geen officiële plaatsen. De gemeente Beerne heeft er ook geen plaats voor of geen beheersysteem voor. En dachten dan, ze kunnen daar hun archieven brengen. Ze kunnen er altijd aan. Hij heeft de sleutel. Ze onderhouden het meteen. En dat is opgelost. Of je kunt die gebruiken als, hoe zou ik zeggen, referentiepunt voor lijnactiviteiten, voor fietstochten, voor wandeltochten, voor muziekoptredens of zo. Maak daar een ad hoc magazijntje van, zodanig dat als men daar wil een stopplaats van maken, dat er daar een pak bier kan ingezet worden enzovoort. En dat is eigenlijk ook mogelijk. Maar dan zeg je, we moeten zien dat de kapel eigenlijk zijn oorspronkelijke functie niet meer moet uitoefenen, maar wel nog kan terugvinden. Als je in die kapel komt, moet dat nog iets christelijks zijn.
Ikzelf ben al sinds mensenheugen is geen christelijke mens. Maar ik vind dat dit zodanig in onze genen zit, en dat is een gemakkelijk woord dat tegenwoordig gebruikt wordt, dat zodanig in onze genen zit, dat we dat eigenlijk beter zo goed mogelijk behouden. Eigenlijk moeten we kapellen meer behouden als devotioneel aspect in onze samenleving dan dat we de kerken moeten behouden. De kerken, dat is duidelijk. De kerken, een kerk die al 200 jaar kerk is, je had dat nooit moeten zeggen, binnen 100 jaar ook niet, dat het een kerk geweest is. Waar een kapelletje moet als zodanig devotioneel eigenlijk nog altijd een plaats kunnen geven. En daardoor zijn we dus, er waren nog zo voorstellen gedaan. Je zou daar bijvoorbeeld kunnen een soort compressor zetten, zodat de fietsen die daar passeren, en daar een plakkaatje aan, hier kan je je fiets opblazen. Hè? Ja, dat zijn van die kleinigheden, maar dat is een mogelijkheid. Hè? Maar kom, dat ontwijkt natuurlijk een beetje, maar als we dat houden als een soort gedachtenis aan devotie, of als een soort verzamelpunt voor alle soorten gemeenschappelijke activiteiten, dan hebben die kapellen een hedendaagse functie. En dan is dat onderhoud nog altijd even belangrijk natuurlijk, of nog belangrijker. Maar als bepaalde mensen toch zouden wegvallen, omdat ze ouder worden en de kinderen het niet meer doen en er is nog niemand, dan heb je dus een reden om dat aan de gemeente over te dragen. En dan is daar een heel lange termijn perspectief voor opgebouwd. En is dat een verzekering voor de kapellen. We moeten kijken naar de mogelijkheden. Hè. En het hangt al van een aantal dingen af. Eerst en vooral hangt het af van de kapel zelf. Hè. Hier in Beernem, hier aan de autostrade, psychiatrisch centrum Sint-Amandus, zijn bijvoorbeeld twee fantastische kapellen. En daar is de toekomst verzekerd, in een zekere zin. Dus het psychiatrisch centrum Sint-Amandus Beernem zal blijven bestaan. En een van die kapellen daarvan is de kapel van de Broeders van Liefde, van de broeders zelf. Dus de broeders zelf die daar zijn, die gebruiken die kapel voor een zondagse devotie en zondagse missen en zo. Goed, die kapel zal daar op die manier blijven een functie hebben. Alleen moeten we stellen dat het psychiatrisch centrum Sint-Amandus, dat van de Broeders van Liefde is, maar dat er eigenlijk zeer weinig Broeders van Liefde nog zijn. Nu, hedendaags. En diegenen die er zijn, zijn ook al wat ouder en kunnen misschien in sommige gevallen niet meer in dat kerkje of in dat kapelletje geraken. Zelfs daar zal men moeten nadenken, want dat is een zeer mooie kapel, een echt zeer, zeer, zeer mooie kapel, heel gans gerestaureerd over een jaar of 20 wel, maar die maakt ook geen sleet. Hè. Er zijn dan niet veel bezoekers en er is ook altijd op slot, tenzij voor de broeders die er willen binnen zijn natuurlijk. Maar het is een kapel die dus absoluut staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed. De meeste kapellen trouwens, daarom is de toekomst ook redelijk goed. Dus die kapel staat dan midden in het psychiatrisch centrum en zal niet verdwijnen, omdat ze daar mooi is en waarschijnlijk een of andere functie zal krijgen. Maar het zal ook geen devotionele functie meer zijn. Want de broeders, er is eigenlijk in het functioneren van het Sint-Amandus Instituut, waar dat er vroeger misschien wel 30, 40 broeders waren, zijn ze nu geen enkel meer. Nee? Nog één of twee die heel oud zijn en die aan de rand van het instituut zitten. Dus tergelijk is de toekomst van die kapel in Sint-Amandus verzekerd. Maar op welke manier dat ze zal uitgebouwd worden of een functie krijgen, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Op datzelfde domein staat er nog een kapel. Dat is een kapel die gebouwd is uit dank omwille van het goed verlopen van de Tweede Wereldoorlog. Dus een kapel, het Boskapel wordt ze genoemd. Dat is een kapel die eigenlijk nooit gebruikt wordt, die waarschijnlijk nooit open gaat, die door zeer lange tijd door één broeder in stand gehouden wordt, versierd werd, in goede staat gehouden wordt. Er staan ook een paar beeldhouwwerken ook rond van mensen die daar waar beelden geplaatst hebben, daar een of andere
evenement die daar gebeurd is. Ook dat kapelletje zal nooit verdwijnen, maar zal waarschijnlijk ook geen functie hebben. Die twee kapellen zullen blijven bestaan, misschien wel zonder functie. Er zal er van binnen niets meer in gebeuren, eigenlijk zeker niet actief. Het kapelletje van de broeders zal altijd toonbaar zijn aan de bezoekers van het Sint-Amans-instituut. En dat is al veel, want dat is echt zeer mooi gerestaureerd. Dus dat is prachtig. Waar is er nog een kapel? Een kapel is in het Bulskampveld. Dat is een unieke kapel, maar echt een unieke kapel, omwille van de vorm. Dat is een ronde kapel. Normaal is een kapel met een deur en een vierkante of rechthoekige basisvorm. Maar dat is een ronde kapel. En dat is ook een dankkapel, omwille van het feit dat er geen in de wijk Bulskampveld, de Bulskampveld is een kasteel, is een park, maar ook een wijk Bulskampveld. Ook na Wereldoorlog II is er dus die kapel opgericht als dankbaarheid aan de hogere overheid om het feit dat er nog geen slachtoffers gevallen zijn. Maar het is een merkwaardige kapel, dat is heeft een koepel en een glazen dak op die koepel, is ionisch dingen, pilasters zitten daarin, een zandsteen, gewoon paramentwerk. Is geclasseerd, staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed. Is in redelijk goede staat, maar de provincie West-Vlaanderen, die de beheerder van is, van gans het park trouwens, zal dat blijven onderhouden. Maar die kapel heeft alleen een toekomst als omwille van haar uiterlijk. Binnen, ik ben daar binnen geweest, die had eigenlijk nooit open. Als we daar geweest zijn, hebben we moeten mensen vragen dat ze zouden willen zoeken naar de sleutels. Want die waren echt zeer ver weggehangen. En we zijn naar binnen gegaan, zat er niks in. Een sokkel in het midden zo, die veel te groot is. Maar er is ook geen plaats van, het is maar zo. Maar het is eigenlijk niet geconcipeerd om daar in te gaan bidden. Dat is gewoon opgericht ter eer van onze goddelijke overheid, van dankbaarheid. En dat is om te bekijken. Je ziet al die kapellen, dat is eigenlijk hetzelfde soort klein landschappelijk erfgoed, maar heeft altijd een andere bedoeling, een andere invalshoek, een andere functie. En die functie van die kapel in Bulskampveld gaat waarschijnlijk nooit zijn om die deuren open te doen, zelfs niet voor bezoekers aan Bulskampveld. Die is nooit open. Ook niet als er iets speciaals te doen is, wordt nooit open gedaan. Ik wil nog eentje zeggen over een kapelletje in de Knesselarenstraat. Begin van de Knesselarenstraat, er is daar ook een frituur gevestigd. En een merkwaardig kapelletje, een fantastisch mooi kapelletje, het Dumonskapelletje. En dat is niet groot, het is gewoon een klein kapelletje met een zeer mooie deur en met smeetwerk aan. In blauw en wit geschilderd, een fantastisch mooi kapelletje. Door de madame die er recht over woont. Linda Rosseel, prachtig onderhouden. En fier dat zij daarover is. En we zijn er nog aan kijken en dat geëvalueerd. En er is daar niets mis aan, niets mis. Het staat een eindje van de straat. Alleen heeft, weet ik niet wie, de gemeente Beerne of daarnaast, precies naast, de glascontainer toch wel gezet, zeker. Zo'n mooi kapelletje dat het wordt verzorgd lekker kiekske. Het wordt geschilderd gelijk dat het interieur is van de Sixtijnse kapel. En men zet daarnaast een glascontainer. Dus wat glas ligt daarnaast natuurlijk, van mensen die daar iets toevallig laten vallen. Oh, wat kun je als kapel toch tegenkomen in deze wereld? Hè? Een eigenaar, dat is de kerkfabriek van Oedelhem. Die parochiaal centrum of zo van Oedelhem, die daar eigenaar van is. Dus de onderhoud, de dame die het onderhoudt, rechtover, doet dat graag, kan dat goed, doet dat goed, doet dat veel. De arme man schildert dat, het is perfect in orde. En men laat daar een lelijke glascontainer langs staan. Dat is toch fantastisch, hè? En dan nog in de Knesselarenstraat, een ander kapelletje, ongeveer dezelfde grootte, die
Jammer genoeg, de eigenaar woont ernaast, dus ik kan het niet gezien, niet met zien hebben. De heer Keerman woont ernaast. En wat de omgeving is begroeid met bomen en planten en zo. En er is toch wel een boom zo stout geweest, zeker, om dat tegen te groeien. Hè. Hij maakte dat dak kapot. En toen we dat gingen kijken, zei allee, dat is toch jammer. Ik bel aan de deur van de eigenaar. En ja, zegt hij, ja, ik had het al gezien, ik had het al gezien. Enzovoort, enzovoort. Ja, goed. Oké, we noteren dat. Maar we gaan ook binnen. Dat kapelletje is waarschijnlijk in geen jaren open gedaan. Het was open. We konden binnen. Maar dan ligt daar een fantastisch beeld, een Christusbeeld op de grond. Schone gebeeldhouwd, of gehoten, met mooie apparatuur daarbinnen. Helemaal vervuild. Dat je zegt, allee, hoe is dat nu mogelijk? Het stof ligt zo dik op dat beeld, dat liggende beeld ligt zo dik, vervuild. Ik weet niet hoe. Terwijl dat eigenlijk, het is een kunstbeeld dat er ligt. Een beeld dat kunstig is, een artistiek beeld. En de man is... Terwijl dat zijn geburen zijn, is dat vergeten doen. En sedert dat we geweest zijn, is dat al wat verbeterd. Die boom heeft het natuurlijk moeten bekopen. Die is geveld. Dus dat dak is hersteld. Maar ik weet nu voor het moment niet in hoeverre dat het beeld gewassen is, bij manier van spreken. Want er zijn nog bijvoorbeeld dat kapelletje. Dat was kapelletje Driepikkelen. In de Danegemstraat en in de Egyptestraat staan er nog twee schone, dat is om het verste van Oedelen. En de Egyptestraat is een heel speciaal, wordt door de buurt ook helemaal zeer, zeer goed behandeld en bekeken. En ook daar staan een aantal dingen die echt klassiek zijn en waardevolle kandelaars en ik weet niet allemaal. Het is echt bijna altijd een positief verhaal. En ik eindig met een beetje leuk negatief verhaal, namelijk een onbereikbaar kapelletje. Een kapelletje in de Bloemendalenstraat. De hoofdstraat van Beernum is de Bloemendalenstraat. En daar is er een kapelletje die door de aanleg van meer straten in en rond de Bloemendalenstraat is dat kapelletje van straat geraakt. Men zegt zo'n dingen die niet van straat, dat is van straat geraakt. En dat is een ramp. Want het staat in de tuin van de eigenaar. En de eigenaar heeft dat gezien, dat eigenlijk niet meer toegankelijk kan zijn voor het publiek. En hij heeft van dat eigenlijk wel klein, maar mooi kapelletje geweest. En zeer gebruikt vroeger, want het staat in het centrum van Beernum. Heeft hij dan daar een bezemkot van gemaakt en het wordt zeer goed gebruikt, maar voor persoonlijke doeleinden. Hey, maar het is zichtbaar, nog altijd zichtbaar, maar om de hoek van de straat, je ziet het niet staan, moet recht naartoe en staat daar. Hij zegt zelf, hij en zijn vrouw zeggen zelf, we gaan er nog een keer op krabben, want het is toch jammer voor de kapelletje. Maar wat moet ik met al dat materiaal zijn dat daarin staat? Ja, waarschijnlijk ook een aantal bakken bier en bezems. Chris en Martin zullen dat wel een keer in orde brengen. Goed. We hebben dus een advies ingediend aan de gemeente om een parcours te doorlopen met die kapellen. De eerste fase was dus het inventariseren van de kapellen. Hoe zijn ze? Hoe groot zijn ze? Wat is er? Wie is de eigenaar? Was niet zo simpel. Wat is er allemaal aanwezig? Wat moet er aan hersteld worden? Dus dat is die eerste fase. Die is eigenlijk voor een groot voldoende deel afgewerkt. En de tweede fase voorzagen we in het samenroepen van alle eigenaars. Omdat we ondervinden dat het verschil tussen de eigenaars is zeer groot. Sommigen hebben dat een kapel, hoe zou ik zeggen, zeer graag, maar gaan er iets voor doen. Anderen zitten er mee in hun maag, zitten ermee verveeld en zouden ze weg willen, maar willen de grond waarop die kapel staat eindelijk verkopen aan de gemeente. Zodanig dat het nodig is om al die eigenaars, want dat zijn er eigenlijk 17 of 18, om die samen te zetten en zodanig dat die eigenaars van elkaar leren. Hoe kunnen we een kapel onderhouden?
als eigenaar of als onderhouder of als gemeentebestuur. Hoe kunnen we zelf zoeken naar de manier van doen zonder dat daar vooraf gezegd is hoe dat we het gaan doen? Daaruit zal waarschijnlijk blijken dat een aantal eigenaars hun kapel zullen afstaan. Waarschijnlijk voor geen geld, want de gemeente had er geen geld voor gegeven. En dan vallen we terug op het invullen van de functie. En ik heb al gezegd dat die functie eigenlijk eerst en vooral zeer divers is, maar eigenlijk niet belangrijk is, als maar die kapellen als klein landschappelijk erfgoed bewaard blijven. Dat is het hoogste goed. Als ze bewaard blijven in de staat, in een goede staat, zichtbaar voor degenen die daar passeren, degenen die daar wonen, eigenlijk kunnen geëvalueerd worden op hun waarde, historische waarde, permanent. Dat op zich is de waarde van die kapellen. En als dat op die manier bewaard wordt, is Beernem daar zeer goed mee. En de toeristische functie die zich daar rond elk van die kapellen kan ontwikkelen, is belangrijk en is een meerwaarde. Maar ze moet er eigenlijk spontaan komen. Men moet daar geen grote wegwijzers naartoe zetten, naar al die kapellen. Er is hier een kapel, kom eens kijken. Nee, we moeten bijvoorbeeld wandelingen langs daar organiseren, fietstochten langs daar organiseren, knooppunten misschien wel een keer herdenken, als in functie van de kapellen. Want de kapellen kun je niet verplaatsen, hè. Als in functie van de kapellen kunnen beter bereikbaar zijn en beter zichtbaar zijn en beter op die manier gebruikt worden als punt, dan hebben we met die kapellen het doel bereikt. En hoe moet dat dan in het onderhoud? Eerst en vooral zal het hoe dan ook nodig zijn dat de gemeente initiatieven neemt naar de onderhouders, dat zijn anderen dan de eigenaars. Maar die mensen moeten kunnen eerst en vooral geduid en gedefinieerd worden. Wie is dat? En er is daar af en toe een beetje concurrentie. Wacht, hè. Concurrentie onder de onderhouders, hè, van die kapellen. De ene zegt, als je die kapel bezoekt en er is er iemand in de omgeving, dan zeg je, hoe wordt dat hier onderhouden? Ah, ik onderhoud dat. En op een ander moment kom je daarna, ah, ik onderhoud dat. Wat wij zeggen, nog eens het belang onderstrepen van die kapel als aanwezige, een soort aanwezige grootmacht in die samenleving. Hè. Goed, dus, maar dat zal moeten benoemd worden. Mogen er 2 of 3 of 4 of 5 mensen zijn die dat doen, nog beter. Hè. Maar de gemeente moet een zekere, zou ik zeggen, een zekere hoeveelheid geld daarvoor beschikbaar stellen. Dat moet niet veel zijn, want als het veel is, komt er concurrentie. Dat moet eigenlijk weinig zijn, maar dat kan, er is al het voorstel geweest, we gaan de onderhouders van die kapel jaarlijks een tas koffie geven. Misschien is dat al genoeg. Hè? Dat moet zichzelf bewijzen of uitwijzen. Als we dat de mensen één keer samenroepen en er is er maar een helft aanwezig omdat er maar 1 tas koffie gegeven wordt, moet het volgend jaar zijn dat we 2 tassen koffie geven en dat er misschien een dubbele aanwezig is. Goed, we moeten daaruit leren. Want we ondervinden nu ook in de gemeente er rond dat er nog niet veel dingen besloten zijn rond, definitieve besluiten zijn rond kapellen. Wij zijn daaraan aan het werk en dat is een lange adem. En het is nu jammer dat die corona daartussen is en nog altijd komt, dat is 1,5 jaar, hè, dat dat zal zijn. Maar kom, we nemen de draad opnieuw op, want nog deze week, nog deze maand is er nog een vergadering van de erfgoedraad. En ook daar zullen de kapellen opnieuw besproken worden. En het moet toch ook gezegd worden dat de kapellen ook een toekomst hebben als element van, misschien niet feestelijkheid, maar wel van lijnactiviteit. Nee? Die zijn echt, ze zijn belangrijk als, zou ik zeggen, als ankerpunt. Als zicht om daar langs te gaan. En ze zijn belangrijk om daar te verzamelen, daar een boterham te eten, daar een picknick te houden, daar misschien wel een weesgegroetje te lezen. Nee, het is niet omdat de kapel dan zijn devotionele betekenis verliest, dat we daar geen weesgegroetje moeten lezen. Nee, om dat nog kunnen natuurlijk. Maar dus, de toekomst van die kapellen ziet er volgens onze werkgroep eigenlijk zeer goed uit.
En ik denk, nee, ik denk niet, ik ben er zeker van dat de gemeente daar absoluut werk maakt. Want het hangt ook een beetje samen met de ontwikkeling van de traagwegen. Een aantal van die kapellen liggen ook op traagwegen, of begin van traagwegen, of kruispunten van traagwegen. En ook de gemeente Beernem doet dus zeer veel inspanningen om die traagwegen te rehabiliteren, die te onderhouden, die ook een functie te krijgen via lijnactiviteiten. En daarin, samen met ook de toeristische dienst, het is niet alleen de erfgoeddienst die voor kapellen moet zorgen, maar ook de toeristische dienst moet daarvoor zorgen. En de gemeente als uiteindelijk moet daar de eindverantwoordelijkheid voor opnemen, denk ik. En ik denk dat we daar goed mee op weg zijn. Er is hier een groot appartementsgebouw gezet. Hier, juist hier. Je kunt hier zien. Oh, hier kijk je erop. Ja. En tot voor 2 jaar stond dat daar niet. En op die hoek, een hoek van drie wegen, stond daar geen kapel, maar Onze Lieve Vrouw beeld, dat vroeger een kapel was, maar die al in de jaren 60 een keer verplaatst is en zo. En die stond daar. En tot 2 jaar geleden werd er nog in de meimaand door de buurt, met misschien wel een stuk of 8 of 10 mensen, in de meimaand gelezen. Goed. Dus dat was mooi, mooi. Maar het is geen toegankelijke kapel, want onze Lieve Vrouw beeld staat buiten. Dus dat zit niet in onze onderzoeksgroep. Ze beginnen hier heel die site af te breken en een appartementsgebouw te zetten. Ze ondervinden niet dat dat kapelletje in de weg stond, want de plannen waren met de kapel erbij gemaakt, dus dat kon. Maar die kapel stond toch wel in de weg, zeker voor die kamions die al die bevoorrading moesten doen. Hè. Ze hebben toch wel die kapel verplaatst, zeker een meter of 3, 4 weg. En nu staat een vrij groot Onze Lieve Vrouw beeld, staat er naast een supergroot appartementsgebouw. Eigenlijk, Onze Lieve Vrouw staat daar verweest te kijken aan de rand van een enorm appartementsgebouw. En vroeger gingen we dus daar echt gaan lezen in de meimaand, maar ik spreek dus over de jaren 50. En gingen we langs de Haag en roven de meikevers langs de Haag als we naar huis gingen. We waren er toen met alle dagen in de meimaand, misschien wel 20, 25 mensen die dat gingen gaan lezen. Terwijl dat dan nu, dat Lieve Vrouwbeeldje, staat daar eenzaam te wezen in een moderne bouwtrant, muurke zo. Het is aanpassen voor ons die op een andere manier naar een Onze Lieve Vrouwbeeld kijken. Hè. Er staat er ook geen uitleg bij dat dat een Onze Lieve Vrouwbeeld is. Ik denk, als ik aan mijn kinderen zou zeggen, wat staat dat hier te doen? Dan zeggen ze, oh, dat weten wij niet. Ja. Het is jammer dat men... Maar kom, de urbanisatie van de gemeenten zorgt dat Onze Lieve Vrouwbeelden verdwijnen. Van een kapel naar een eenvoudige beeld dat overblijft, naar een beeld dat eindelijk in de weg staat. Dat is de evolutie. En met ons project hier, dat onder de aandacht brengt, echt mensen, een wake-up call voor mensen. We hebben dat graag, we zien dat graag, we lopen daar graag langs, we gaan daar graag binnen. We zijn er gefrustreerd als die deur niet open is, als we daar passeren. Dat betekent dat we eigenlijk die kapellen echt een waarde moeten geven, een plaats moeten geven in onze samenleving van vandaag en van morgen. Hè.